Hallo iedereen, vandaag zullen we jullie tonen hoe een thermale camera kan helpen in het vroeg detecteren van klauwproblemen. De thermale camera werd ontwikkeld in het Vlaio-project Klauwkeer bij melkvee, maar dat gaan we hier demonstreren samen met het project Bovine bij vleesvee in de afmestfase. Bovine is een Europees project waarbij we eigenlijk werken rond verschillende thema's, socio-economische veerkracht, diergezondheid en dierenwelzijn, vleeskwaliteit en productie-efficiëntie en klimaat en duurzaamheid. Samen met de landbouwers gaan we eigenlijk op zoek wat hun noden zijn en aan de hand van deze noden bepalen we dan de topics waar we rond werken in het komende jaar. Dus elk jaar werken we rond verschillende thema's. Alle info die we doorheen het jaar verzamelen, die verspreiden we eigenlijk op verschillende manieren. Zo hebben we de Bovine website, maar gaan we onder andere ook demonstraties organiseren om innovaties te gaan tonen op een iets tastbare manier. In dit filmpje tonen we dus hoe de thermale camera werkt en Jorn en William zullen hier meer uitleg over geven. En daarnaast zal Michiel ook meer uitleg geven over zijn bedrijf en of deze thermale camera dus een meerwaarde is op het bedrijf. Goedemiddag, ik ben Michiel de Roo. Ik heb samen met mijn echtgenoot en de zoon hier een rundveebedrijf in Zwevenzele, West-Vlaanderen. Het is vooral vleesvee, 2/3 vleesvee en 1/3 melkvee op het bedrijf. We maken ongeveer 75-tal koeien, Robont, Holstein, met vlekvee gekruist. En dan het vleesvee is wit-blauw, wat we hier tussen staan. Dus de vleesveestapel is volledig gesloten. De stieren blijven allemaal op het bedrijf. De koeien worden afgezet hier bij de lokale slager. En de stieren worden, gaan via de coöperatie Vlaamschoeverend naar Groot Warenhuis. Klauwproblemen, ja, wat hadden we veelal zien is overmatige hoorngroei. Dus die, zeker aan de voorklauwen, aan de voorpoten, die gedraaide kurkentrekkertenen dat we zeggen, dat is toch een probleem die bij het pitblauw toch vrij frequent voorkomt. Ook toch wel wat mortellaro bij het vleesvee. Dat zien we toch vroeger minder, maar de laatste periode is dat toch in toenemende mate vast te stellen bij het vleesvee. Vleesvee of melkvee, de techniek is hetzelfde. We starten aan de binnenklauw, dat is de Hollandse methode. We starten met aan de binnenklauw te kijken naar de lengte. En die moet aan de bovenkant van de klauw, nu dat de klauw opgetrokken is, de onderkant, moet die eigenlijk 4 vingers bedragen. Te meten vanaf de kroonrand, dus de overgang van de haar naar de hoorn. En dat komt overeen met 7,5 centimeter. Tenzij dat je heel dikke of heel dunne vingers hebt. Die zit op lengte, op de gewenste lengte. En dat gaat hier, gaat dat in dit geval een halve centimeter zijn die gaat mogen verdwijnen. Dat is die 4 vingers. Vervolgens gaan we de binnenklauw vlak zetten, maar we gaan erbij opletten dat we dat zo weinig mogelijk eigenlijk hoorn gaan verwijderen. Want die binnenklauw die staat al het laagste, die buitenklauw heeft al 6% van de druk dat moet ondergaan. En dus die binnenklauw die gaan we enkel maar vlak zetten. Je ziet dat is eigenlijk niet veel eraf gegaan is. De bedoeling is echt volledig vlak zetten. Uiteindelijk willen we het gewicht van die klauw willen we gaan overbrengen naar de draagrand en het balgebied. Dus dit gebied tot hier en niet te vergeten hier, hè, dat is eigenlijk het gebied waarop dat we willen dat die druk terechtkomt van die koe. Dit is eigenlijk afwerking, het model inbrengen. Je kunt dat doen nadat je ook de buitenklauw hebt aangepakt. In dit geval doen we het nu meteen. Voilà. Oké. Nu gaan we hetzelfde verhaal doen aan de buitenklauw. We meten opnieuw de afstand van kroonrand tot aan top van de klauw. Dat is in dit geval ook weer ietsjes een centimeter langer. Maar we merken ook dat er een lichte krul is in de bovenkant van die klauw. Als we nu die op lengte gaan zetten en vervolgens hier gaan werken naar die 8 mm die gewenst op top van de klauw, gaan we toch te diep of te veel hoorn verwijderd hebben. Daarom gaan we voor onszelf eerst de bovenkant van de klauw vlak zetten. Dat is eigenlijk gewoon ter oriëntatie. Dat is onze 7,5 centimeter.
Dit gebied is eigenlijk de regio waarin dat zoolzweren zich ontwikkelen. Door dit gebied lager te zetten, gaan we, wanneer dit mest de grond voorstelt, gaan we dit ontlasten. Wanneer dit ontlast wordt, gaan er hier ook geen zoolbloedingen ontstaan, minder zoolbloedingen ontstaan, gaan er daaruit ook minder zoolzweren ontstaan. Tussenklauw altijd checken. Dat is iets dat frequent vergeten wordt. Flossen is daarvoor een goede methode, dat is een goede gewoonte om dat systematisch te doen. Ik ben Jorn Vervaak, onderzoeker op het ILVO en nu 2 jaar actief op het Vlaio Klauwkaarproject. Met het Klauwkaarproject willen we de klauwgezondheidsproblematiek op de Vlaamse melkveebedrijven gaan aanpakken. In meer dan 90% van de gevallen komt kreupelheid voort uit klauwletsels. Naast een negatieve impact op het welzijn van de koe, hebben ze dus ook een grote economische impact. Nochtans onderschatten melkveehouders nog te vaak de klauwgezondheidsproblematiek op hun bedrijf. Om ze hierbij te helpen, ontwikkelen we binnen het Klauwkaarproject enkele innovatieve tools die de veehouder helpen tijdens de klauwverzorging en bij het vroegtijdig detecteren van klauwletsels. Een van die tools maakt gebruik van thermale beelden om tijdens de klauwverzorging ontstekingen onder en rond de klauw waar te nemen. Op die manier worden ook de moeilijker te detecteren letsels zichtbaar. Hoe we hier precies voor te werk gaan, ziet u in het volgend fragment. Omdat sommige letsels soms moeilijk met het oog te detecteren zijn, maken we gebruik van thermografie om de letsels op een efficiëntere manier te gaan detecteren. Thermale camera's zijn in staat om de oppervlaktetemperatuur van objecten te bepalen. Dit doen ze door te kijken naar een deel van het infraroodspectrum. Ze zien als het ware de hitte op dezelfde manier zoals wij kleur zien. De gemeten temperaturen worden dan weergegeven in een thermogram. Een voorbeeld van een reeks thermogrammen is hier te zien. Koude zones worden weergegeven in het donkerblauw en de warme zones in het geel. Omdat letsels gepaard gaan met ontstekingen, zorgen ze voor een lokaal maximum in temperatuur. Dit maximum is detecteerbaar met een thermale camera. Wat we hier zien is een koe met een panaritium in de linkerachterpoot, ook wel vijtpoot genoemd. De zwelling is hier duidelijk zichtbaar op de thermale camera. Een letsel is echter zelden zo duidelijk met het oog zichtbaar op een thermogram. En ook voor als we het letsel in een vroeger stadium willen gaan detecteren, is een andere aanpak nodig. Want dan is het temperatuurverschil veel kleiner. Een betere oplossing zou zijn om de thermogram door de computer te laten interpreteren. Waar wij kijken naar de kleuren, kijkt de computer naar de temperatuurwaarden zelf. Hij ziet de thermograaf als een tabel van temperatuurwaarden. Hij interpreteert een letsel op een thermogram niet als een heel vlekje, maar als een lokaal maximum. Dit is iets waar wij als mens niet snel genoeg toe in staat zijn. Een computer kan natuurlijk niet op 1, 2, 3 een letsel herkennen. We moeten hem dit eerst aanleren. Hiervoor gebruiken we deep learning. Ik laat hier om tijdsredenen de technische details weg, maar door de computer heel veel thermogrammen te tonen van koeienpoten waarop de letsels zijn aangeduid, leert de computer na een tijd om zelf de letsels te gaan detecteren. We spreken dan van honderden tot duizenden foto's. Hoe meer foto's de computer krijgt, hoe beter. Een groot deel van het project bestaat dus uit het verzamelen van data met de thermale camera. Dit gebeurt vooral tijdens de klauwverzorging. We hebben hier het voordeel dat de koe vastzit in de klauwbox en dat we door het optillen van de poten ook de onderkant van de klauwen kunnen inspecteren. Hier treden dan ook de meeste letsels op. Het is belangrijk dat er geen vuil voor de klauwen zit, want dit vuil werkt isolerend waardoor de letsels niet goed meer zichtbaar zijn op een thermale camera. Veeg indien nodig altijd goed de klauwen af met een borstel. Eenmaal de klauwen proper zijn, kunnen we beginnen met de klauwverzorging. Voor de thermale camera ziet dit er zo uit. Je kan mooi zien dat het warmer wordt hoe dieper we in de klauw snijden. Dit komt omdat we dichter bij het levend weefsel komen. Mocht er tijdens het verzorgen twijfel optreden, dan wordt met de thermale camera gekeken of er al dan niet letsels aanwezig zijn. Dit kan het geval zijn bij een manke koe waarna verzorging geen letsels zichtbaar zijn. Snij je dan dieper of niet? Een kijkje met de thermale camera biedt mogelijks antwoord. Omdat we met warmtebeelden werken, kunnen we natuurlijk niet met een slijpschijf de klauwverzorging doen. Dit zorgt voor een te grote temperatuurstijging, waardoor letsels onder de klauw zoals zoolzweren niet meer waarneembaar zijn. Een alternatief is om na het verzorgen met de slijpschijf een minuutje te wachten totdat de klauw terug afkoelt. Hoe werkt het algoritme voor letseldetectie nu precies? Stel dat we uitgaan van de volgende klauw met bijhorende thermograaf. In de eerste stap bepaalt een segmentatiealgoritme het onderscheid tussen de klauwen, de achtergrond en de huid tussen de klauwen.
Hierdoor kan de nutteloze achtergrondinformatie worden weggefilterd. Wat overblijft is dus enkel nog de onderkant van de poot. Hierop wordt een objectdetectiemodel losgelaten dat in staat is om de letsels te detecteren. Let wel, wij zien hier de thermogram in kleur. Het model kijkt wel degelijk naar de temperaturen. Het uiteindelijke doel van ons project is om dit beeldverwerkingsalgoritme te implementeren op een smartphone-applicatie. Op die manier kan iedereen ermee aan de slag. De enige benodigdheden zijn dan een smartphone en een kleine thermale camera van rond de 400 euro. De app kan dan tijdens de klauwverzorging gebruikt worden om met het oog moeilijk te detecteren letsels te identificeren en de app biedt zo ook een antwoord op de vraag: moet ik hier nog dieper snijden? Momenteel is de app nog volop in ontwikkeling, maar een eerste versie kan en mag al in de nabije toekomst verwacht worden. Dat stukje module of dat stukje dat je kunt op je smartphone zetten, dat lijkt mij wel interessant, omdat het met een kleine investering toch voor de veehouder gemakkelijk toe te passen is. Het moment dat je die hitteplekjes ziet op de poot, is toch al een goede indicatie op eventuele onderliggende problemen. Dus we hopen dat dat zal werken.